Oh, wat is dit ding sterk, zeg. Yo guys, tot dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Torbe en ik ga vandaag gewoon eens een keer een potje spelen zonder facecam. Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik denk, ik ben gewoon benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. En what the fuck is dat? Wat staat daar? Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Is dit al... Misschien is dit er al een jaar of zo, hoor. Maar wat staat hier nou? Mams? Mams. Yo, mams. Hey, mams. Hoe lang staat dit er al? Oké, jullie mogen mij dus nou gaan vertellen of ik heel erg achterloop met dingen, maar... Mams. Er is mijn moeder en ze zit me te begluren, zie ik hier, met... met die camera of zo? Ik weet het niet. Oké, maar... Zoals ik al zei, ik ga deze keer een video opnemen. En dan gewoon zonder microfoon. Of nee, zonder microfoon. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Zonder webcam. En dit doe ik gewoon puur om te testen wat jullie ervan vinden. Misschien is het dan leuker om de gameplay te kijken. Of willen jullie veel liever mijn leuke kop er natuurlijk bij zien bij elke video. Hey, laat dat gewoon lekker weten achter in de reacties. En ik weet ook niet waarom ik hier land. Ik wou gewoon even wat dingen gaan uitleggen voor jullie. En even jullie wat bijpraten over dingen. Want... verwacht gewoon even een lekker chill, rustig gameplaytje. Ik denk dat ik niet te druk ga maken. Misschien dat dadelijk wat mensen bij... Hoe heet het? Risky zijn. Maar ik ga ook op vakantie. Binnenkort. En daarvoor moet ik gewoon heel erg veel video's in gaan plannen. Waardoor ik minder ga livestreamen. Minder ga livestreamen. Ik ga in de tijd dat ik op vakantie ben gewoon helemaal niet livestreamen. En dat moeten jullie toch weten. Het is niet dat ik dan opeens 2,5 weken gewoon offline ben. Maar ja, dan weten jullie dat. Ik zal nog wel een keer bekendmaken wanneer ik precies op vakantie ga. Maar ga ervan uit dat er dan een tijd komt waarbij ik alleen maar elke dag video's upload. En daar, hoe rot het ook is, maar daar moet je dan maar mee doen, hè. Voor een tijdje. En daarna kan ik natuurlijk weer volop gaan streamen. En ik ga nou even kijken of we Risky onveilig kunnen maken. En... ik heb al een hoop video-ideeën. Er komen echt superleuke video's aan. Waaronder de... Oh, kijk eens hier. Er zijn hier al mensen. Waaronder een hoop challenges. En ik weet dat jullie dat super leuk vinden om dat te kijken. En ik zie hier iets heel geks. Dit mogen mensen mij even uitleggen. Waarom staat hier... Maar, huh? Er zijn hier twee trappetjes opgebouwd. En gewoon hier een kistje geskipt. Like, bro. Ik zie die guy daar ook lopen, jongens. Ik zag hem. Wacht, heeft hij mij nu gewoon al gespot, of... What happened? Wat is hij aan het doen? Njerm! Sorry. Jij mag doodgaan. Jezus. Jij mag echt doodgaan. Mijn gameplay is nog niet op de top, I know. Oh joh, gek. Mijn gameplay is nog niet op een top, maar dat komt omdat ik gewoon heel erg weinig speel. Maar ik ga weer even... Oh! Oh mijn god, nee. Hold on. Ik ga weer even flink spelen. Om de kwaliteit van mijn gameplay weer te verbeteren. Want als je heel lang niet speelt. Of weinig speelt. Dan wordt dat natuurlijk verminderd. En ik heb even geluk dat ik hier niet dood ging. Maar waar zit hij nou dan? Die vieze speuk. Gelukkig heb ik allemaal shields en stuff. Ik weet echt niet waar die heen is. Bro. Zit hij nou daar? We zullen het vanzelf zien. Ik wil even die guy looten. Kan ik gewoon proberen om heel sneaky lekker hier naartoe te gaan? Oké. Ik weet waar. Zou die gewoon geliefd zijn? Oh, daar. Daar loopt hij erachter.
Kijk dan, wat een reggie. Hij had mij dus wel gewoon bijna gekild. Oh mijn god, dit ding is zo sterk, jongens. Dit slaat er nergens op. Oké. Wat hebben we allemaal? Ja, dit hoef ik eigenlijk allemaal niet. Ja, deze kan ik meenemen. Zal ik deze ook maar meenemen? Dit ding kan ook echt destroyen, jongen. Dat is niet normaal. Maar dan gaan we even lekker wat hout hakken. En naar de cirkel, denk ik. Ja, dat is een goed plan. Ik weet het. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Ik zie hier een kaart. Waarschijnlijk heb ik die al gecomplete, maar I don't know. I don't know. Volgens mij zijn er trouwens al nieuwe weekly challenges die ik moet gaan doen. Zie je, ik loop gewoon achter. Volgens mij is week 2 namelijk al bezig. Maar ja, ik heb ook andere prioriteiten, hè, jongens. Alhoewel YouTube altijd op prio 1 zal zijn. Altijd. Toch, jongens? Oké. Is dit huis gloed? Ja of nee? Ik zie deurtjes dicht. Dat houdt eigenlijk in dat ze niet gloed zijn. Dus dat gaan we even doen. Oké, kom maar. Wat hebben we hier? Oeh. En ik heb trouwens, dat heb ik niet verteld. Ik vraag me af of jullie, zeg maar, mijn microfoon beter horen. Of, zeg maar, dat je een fijnere kwaliteit hebt om naar te luisteren, als ik het goed zeg. Ik heb ze namelijk, ja, dat heb ik nooit gedaan. Mijn microfoon gewoon bij mijn mond gezet. Gewoon dat je me wat beter kan horen. En als ik het zelf terugluister, dan denk ik van, wow, Torben, waarom heb je dit niet eerder gedaan? Maar laat even weten of mijn microfoon ook gewoon veel beter klinkt. Want ja, ik ben toch benieuwd. Ik zelf denk echt van, what the fuck, Torben, dude, waarom kom je hier nou pas mee? Maar ik weet niet of jullie dat ook zo vinden. De ja of de nee. En ja, I'll take this. I'll take it. Kijk, oh mijn god, besef, dan heb ik dadelijk mijn SMG volgeschoten. En dan komt er gewoon nog even zo'n submachine gun eraan kakken. Oh, ik ben benieuwd. 18 man alive, 2 man. Nee, 18 man. Hoe zeg ik dit nou goed hoor? 17 man leeft nog. Ik heb al 2 kills. Dat, ik bedoel, dat moeten we al even afkloppen. Kijk, ik kan jullie nou niet zien dat ik bijvoorbeeld zou afkloppen. Dat is nou een beetje het rare. Maar ik denk dat jullie wel liever facecam erbij hebben. En dat ga ik er ook gewoon bij doen. Alleen, dit is gewoon even gewoon een test. En testen mag en testen hoort bij het leven, denk ik. En wat er ook bij het leven hoort, is dat je een droge mond hebt. Want ik heb nou zoveel zitten praten. Dat ik al een best droge mond heb. Dus ik moet eigenlijk even lekker wat drinken. Oké. Tenminste, is ook al iemand geweest. Die had gewoon... Kijk even mijn loot, by the way. Ik zit hier gewoon echt rustig een beetje te spelen. Ik heb rustig 2 volle potten. 10 minis. Ik heb alleen eens verbouwend al. Laten we dat even fixen. Goed plan, hoor. Dankjewel. Even hakken. Alleen ik denk eigenlijk dat hij recent nog wel eens gevochten. Maar waar die dudes nu zijn. Hey, is dat gewoon een golfkar? Zal ik die meenemen? Of hij is nog van iemand. Dat kan ook. Zit er nou. Of er zit zelfs iemand in. Ik kan het gewoon niet zien. Ik heb geen sniper of zo. Let's have a look. Ik weet niet of het copyright heeft als ik die muziekje eronder duw, dus... Oh, jezus! Ja, hoor! Even omhoog koekeloeren. Staat er een... Nee! 6 HP. Oh. Kom op. Kom op. Ja, jij bent ziek. We weten het allemaal. Let's go. Hij heeft maar geen 1 keer geraakt. Kijk, dat vind ik lekker. Dat vind ik echt lekker. Even kijken, wat heb je allemaal? Want je hebt best wel wat. Ik pak toch... Ik vind echt een pump, jongen. Is mijn partij ruk? God, dan nu. Daar ligt gewoon een RPG. Jongens, jongens, jongens. Maar ik had dus gelijk. Er was hier nog iemand. Een golfkar staat nooit zomaar ergens, jongens. Even kijken. Waarom laat je een RPG liggen?
Oké, het is iets... Nou ja, ze hebben het wel slechter gemaakt trouwens. Maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan even iets diks proberen, ja jongens? Zijn jullie ready? Oké. Dit gaan we even proberen. Nee, je moet nog één keer draaien. Oké. Oh shit, wall ride! Nee! Oké, dit ging niet volgens plan. Oh, dit gaat ook net niet volgens... Oké. We gaan nog één keer proberen deze berg op te komen, ja? Let's try it one more time. Oké, kom. Oh shit. It worked out somehow. Oké, yes. We're alive. We are alive. Let's go. Nou moeten we even wat mensen gaan zoeken. Oh, daar zijn er gewoon nog kistjes, jongens. Poh. Gratis kistjes, die moeten we hebben, toch? Die moeten we hebben. En oké, de cirkel komt eraan. Ik weet het. Maar een kistje laat je nooit hier liggen. Kijk, ik heb er niks uit. Maar ik wil wel deze even snel. Ja, dank je. Hoppa, lekker. Meenemen, smullen. En nou moet ik rijden. Die dingen... Ja, ik weet niet. Nee, ik weet helemaal niet wat ik allemaal moet doen. Maakt me niet uit. Ik weet ook niet hoe ze heten. Hoe heten die... Die dingen... Waarmee je ze... Oh god, kan vliegen. Zeg maar, hoe heet die dingen? Ik weet het niet. Nee, daar moet ik niet tegenaan rijden, anders heb ik daar storm in mijn nek. En dat moeten we ook niet hebben. Oké, we hebben een best wel blauwe inventory, zie ik nou. Hou je van blauw? Doe hem de blauwe duim omhoog. Oh shit! Oeh! Thor, je bent on fire vandaag, ik weet het, dankjewel. Auw. Ik hoorde hem oprecht niet. Oh, wat is dit ding sterk, zeg. Kanonnen. Was hij dat die dat schoot? Even kijken. Jazeker. Oh, jongens, wat is dit ding sterk. Als je eenmaal, zeg maar, op iemand schiet met dit ding. En hij bouwt niet of zo. Dan is hij gewoon in een seconde gewoon geklaard. Dan kan je gewoon echt niks doen. Dus moet je je voorstellen dat als je dit in duels of squads gebruikt. En je gaat met z'n vieren met zo'n gun... Op iemand schieten, daar is ook iemand. Ah jongen, ik weet ze, die guy is kansloos van hier tot Tokio. Oh god. Dit is handig, dit is heel handig. Als hij zo'n dubbele base bouwt, dat duurt veel te lang namelijk. Dat duurt echt veel te lang duurt. Oh, dit is ook niet echt slim. Hij wordt hier nog van de andere kant geschoten, dit is top. Oh mijn god, dat dacht ik al. Ja, ik hoef er eigenlijk niks van mee te nemen. Oh, hij is heel snel met editen. Oh god. Oh, hier heb ik echt even geen zin in. Hij is zo snel! Dit is sowieso een keyboarder! Oh jongens, alsjeblieft. Oh god, jongens.
Hij edit zo snel. Yes! Ik heb hem! Ik heb een pro gekild. Nou pakt... Oh god, jongens. Nu pakt hij dus mijn loot. Waar zit hij nou? Ah! Waarom is iedereen zo snel vandaag? Ik heb mijn geluidsfilters daar staan ofzo. Yes! We leven nog! Och jongens. Ik weet niet wat er allemaal overkomt. Ik ben zo niet echt goed bezig, maar... oké. Okay. Ik vind dat we het nog best goed doen. Voor... mijn level op dit moment. Want, laten we eerlijk zijn, ik speel niet veel de laatste tijd. Deze guys, die spelen waarschijnlijk de hele dag non-stop. Totdat ze erbij neervallen. Maar ik pak ze nog wel. Dat is even blauwe duimpje omhoog, vind ik. En ik heb bijna niet mijn RPG gebruikt. Ook daar wil ik een blauwe duimpje omhoog voor. En ik wil mijn oh zo mooie golfcar. Dankeschön. En dan gaan we de laatste twee zoeken. Oh! Oké. Okay. Where are you boys? Oh, wacht. Er was nog ergens toch een... Ja. Ergens een gouden heavy. Ergens. En die moet ik nou weer gaan zoeken. Maar waar? Ik heb ook iets weggegooid. Oh, ik heb twee volle potten weggegooid. Nou ja, oké. Dat is niet erg. Waar heb ik die dude gekild? Met zijn heavies. I don't care. Het zal wel. Ik heb geen zin om helemaal te gaan zoeken. Ik denk dat er daar iemand loopt. Oh, Torben. Ja, wat goed. Wat goed. Dankjewel. Dankjewel. Oh, hij heeft mij ook al gezien. Oh, ik weet... ik weet ook niet wat ik allemaal doe, jongens. En nog steeds ben ik sneller, ik snap het niet. Ik weet... Och, jongens. Oh, oeps. Hola. Yes! Let's go, nog één iemand. We gaan hier gewoon even een lekkere win van maken. Dan pakken we nog even een bolt erbij. En dan moeten we de laatste guy zoeken. Ik hoop dat hij een beetje slecht is. Dan kunnen we nog een beetje trollen ofzo. Heb ik ook al lang tijd niet gedaan. Dus als meneer even uit zijn kooi kan komen. Misschien wel die kooi, I don't know. Dat zou ik erg waarderen. Nou, oké, okay, daar niet. Oké. Okay. Oh, ja, toppie. Waar zou meneer toch zitten? Are you... Oké, okay, ik wil uit deze... Geef mij C4's, echt waar, alsjeblieft. Ik hoef geen gouden scar, ik hoef geen gouden, weet ik wat, C4's. Dan moet ik het zelf maar gaan opblazen of zo met mijn RPG. Oh mijn god, waar... Oké, okay, als hij hier echt in zit, hè, jongens. Nee. Ik achterkant zo groot. Waar zit die dude? Ik hoor hem hier ook helemaal niet.
Zit hij? Wacht. Ga ik nou een gratis win krijgen omdat hij daar. Jongens. Zit hij in. Oh, volgens mij zit hij in die bush. Wow! Zit je lekker, vriendelijke vriend? Oké. Oké. Zo, jij bent wiek. Holy shit. Oh nee, je hebt geluk. Oké, let's go! We hebben gewoon deze heerlijke, rustige gameplay lekker gewonnen. Jongens, vond je deze video nou leuk? Doe even lekker een blauwe duimpje omhoog. Oh, hij moet even dansen, wacht. Even dansen. Doe even een blauwe duimpje omhoog en abonneer me natuurlijk op mijn kanaal. En laat me weten wat jullie ervan vinden als ik deze video heb geüpload zonder webcam. Ik zie jullie morgen om 2:30 bij een nieuwe video, jongens. Later. Still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.